Mijn naam is Esther Jansen. Ik werk sinds 14 jaar bij Antrea. En de afgelopen 7 jaar als ambulant gezinsbegeleidster. Als ambulant gezinsbegeleidster kom je bij gezinnen thuis. Er is altijd een vraag rondom de kinderen. Dus dan kun je denken aan autisme of ADHD, hechtingsproblematiek, soortgelijke dingen. En vaak zien we natuurlijk dat er ook wel problemen spelen op andere gebieden binnen het gezin. Bij ouders kan er ouderproblematiek spelen, dus iets in de partnerrelatie, op het gebied van werk, psychiatrie. Ik werk vanuit sociale netwerkstrategieën in gezinnen. Dat betekent dat ik vanaf het eerste moment dat ik met gezinnen in contact ga, altijd vraag van wie zijn er belangrijk voor jullie? En dan denken we aan familie, maar ook aan sociaal netwerk. Dus dat kunnen zijn buren, vrienden, collega's, andere ouders van school. Al deze mensen zijn dagelijks bij een gezin betrokken. En zullen ook over 5 of 10 jaar rondom dit gezin staan. En de hulpverlening is altijd maar tijdelijk. En ik geloof dat ik heel erg goed ben in het stuk waarvoor ik kom. Maar ik ga ook weer. Een voorbeeld van een sociaal netwerkstrategie kan zijn dat er een vraag is vanuit een overbelaste moeder. Hoe zij ervoor kan zorgen dat haar kinderen op een goede manier thuis kunnen blijven wonen. En wat mensen in haar omgeving, hoe zij mee kunnen denken over deze vraag. Sinds vorig jaar train ik de collega's van Antrea ook in het werk vanuit sociaal netwerkstrategieën. Inmiddels zijn er zo'n 60 collega's getraind. Het management van Antrea heeft hierover nagedacht en vindt het erg belangrijk dat alle collega's vanuit deze visie kunnen werken. Omdat zij ook merken dat het voor cliënten heel belangrijk is dat zij zelf regie hebben en dat hulpverlening aanvullend is in het leven van de cliënt. Het werk vanuit sociale netwerkstrategieën vraagt van een professional dat hij eigenlijk heel erg achterover blijft zitten. Heel erg nieuwsgierig is naar het verhaal van de cliënt zonder al zelf een idee te hebben over wat de oplossing moet zijn. Want wij zijn er maar een tijdje en op zaterdagavond om 10 uur kan ik niet gebeld worden. Maar wie kan er dan wel gebeld worden als het allemaal te veel te spannend wordt in een gezin? En als laatste is het heel belangrijk dat je vertrouwen hebt en voelt dat de cliënt het beste weet wat er bij hun past. En dat de mensen eromheen ook het beste met hun voor hebben. Daar moet je vertrouwen in hebben. Ik vind het heel erg leuk en dynamisch om met het hele gezin te werken. Niet alleen met het kind wat uit huis was geplaatst. Ik vind het ook heel leuk om op pad te zijn. En alle keren dat je bij een gezin komt zijn gewoon weer anders. Het is nooit een dag hetzelfde.